En mag ik u vragen wat u van de eendjes in de haven komt? Ja, hartstikke leuk natuurlijk. Ik ben echt een Almelo geboren. Maar hartstikke leuk. Eindelijk een keer iets leuks in de stad, denk ik. En heeft u met uw zoon of dochter er al in gezeten? Nee, dat hebben wij nog niet. Ik zie ze voor de eerste keer ook liggen. Dus hartstikke leuk. Ik denk dat wel Niels heeft er vol mee geregeld. Dat doet hij goed, denk ik. Ja. Nou, daar had ik het eigenlijk net met mevrouw erover. Ik ben de begeleider van mevrouw eigenlijk. Hoe leuk het hier eigenlijk uitziet, want ik vind het echt super mooi. Hoe dit is eigenlijk gegaan hier, want het is gewoon helemaal vernieuwd. En het ziet er gewoon heel super mooi uit eigenlijk. Nou, ik vind het wel veel sierlijker. Het ziet er veel leuker en gezelliger uit. Dus ja, ik vind het wel leuk bij Almelo passen. Ja, dat vind ik wel leuk dat ze dat hebben gedaan. Ja, ik vind het mooi. Ik vind het veel gezelliger dan de eerste, dat het vroeger was. Nu is ik vind de eenden heel mooi. Schitterend. Nou, ik vind het eigenlijk best wel een slim idee. Het trekt ook heel veel vooral jongeren aan. En ik vind het alleen maar goed eigenlijk. Ook heel slim bedacht ook. En Het is een manier om mensen naar de binnenstad te lokken. Ja, vind ik wel. Ik zie het allemaal op internet ook gewoon. Het lijkt wel gewoon zo'n trend omheen. Ja, ik weet niet. Prachtig. Ja, de leeftijd heb ik niet meer, maar anders zou ik daar ook mee varen. U vindt het een goede zet? Ja, en de kano's erbij. En dan hebben we nog die mooie grote platbodem van de gemeente. Helemaal geweldig. En niet te vergeten het pastoorsboordje van Koent en Hechelen. Wat een vloot hebben wij toch, hè? Super. Ik ben RJFJH No gaan reden. En u gaat een rondvaart maken met de Wilhelmina Louise. Ja. Ik ga een rondvaart maken. En wat is de reden van die rondvaart? Dat ik gisteren jarig was. Van harte gefeliciteerd. Dank u wel. En u komt oorspronkelijk uit Almelo, heb ik begrepen, van de kapitein. Ik kom uit Rotterdam. Rotterdam. En u bent wel ooit naar Almelo gekomen? Ja, omdat ik in Almelo geen huis kon krijgen. En in Rotterdam geen huis kon krijgen. Oké, okay. En in Almelo kon u een huis vinden? Na het bombardement, hè. Oké. Okay. Moest ik 10 jaar wachten. Ik was net getrouwd, moest ik nog 10 jaar wachten. Wij wensen... En hier kreeg ik gelijk een huis. U heeft altijd in het onderwijs gewerkt. Ja, ik ben nooit meer weggegaan. En nooit meer weggegaan? Hier uit Almelo. En nu maakt u een mooie rondvaart. Ja. Nou, wij wensen u heel veel plezier. Dank u wel.